yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man of the year. Yo guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij Gungnip spelen nogmaals op Black Ops 3. Waarom zeg ik eigenlijk nogmaals? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, in ieder geval, we gaan even lekker Gungame spelen op Black Ops 3. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hier een tijdje al geen Gungame op gespeeld. Terwijl Gungame heel erg leuk kan zijn op dit spel. Het is volgens mij een random ass. Dat gewoon random, zeg maar, de wapenrotatie is. Niet zoals je op Black Ops 2 had, dat het zeg maar één wapenrotatie is. Ofwel, ik weet niet eens meer. Ik heb zo weinig Gungame opgespeeld meer. Dat ik het niet eens meer weet. In ieder geval, op Black Ops 2 had je toen een hele leuke Gungame. Waar je gewoon echt in één keer doorheen kon. Volgens mij heb je een standaard. Kut jongen, dat je er gewoon loopt. Hij kijkt gewoon perfect op zijn UAV. Rotjong. Maar ja, we gaan in ieder geval dus lekker Gungame spelen. Dus let's go. En jij bent heel erg lucky dat jij nog kogels in je ding had, vriend. Ik weet zeker dat je kogels bijna op waren namelijk. Opbokken. Oh my god. Die dan, die, die. Lekker German. Toch. Luister, ik ben degene die juist super goed op CRV kijkt, ja? Niet jullie. Nee, 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 nee. Dacht even niet, vriend. Kijk, weet je, je zit wel tegen de Sanity-date spelen. I'm just saying. Jij kijkt niet op CRV, of niet goed op CRV, tenminste. Hallo? Oh. Hallo? Wat een kut één. Sniper. Waar is mijn site? Ik had mijn site niet in het begin. Wat de hel? In ieder geval, ik ging even lekker. Godste nee, zeg. Nou was ik even aan het concentreren. Spijt me zeer. Hallo? Oh! 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 Wat? Die was fucking scheef. Oh! Oh! Knife. Nee! Waarom slide ik niet? Dat was mijn kans om iemand te knijven. I just screwed it. Want die gaat daar campen. Ik wil niet campen noemen, maar... Oh, you just got owned, bitch. Ja, nou moet ik iemand pakken die weak is, gast. Ja, dat gaat me toch nooit lukken. Hij hoort me of hij ziet me. Yes! Yes! Boeia! Zo doe je dat. Hoppakaas, eerste potje Gungame hebben we gewonnen. We gaan twee potjes Gungame spelen. Met de score van 20 om 10. Super perfect. De melee's ging ook goed. Geen één keer gesetbacked. Zo doe je dat. Zulk geluk moeten we ook hebben. Bij potje nummer 2. Oké, jongens. Welkom bij potje nummer 2. Dit gaat potje worden. Dit gaat potje worden, jongens. Let's fucking go, man. We hebben net ons potje gewonnen. We moeten ook deze natuurlijk weer winnen. Het is natuurlijk de bedoeling dat als wij het tweede potje spelen, dat wij die natuurlijk ook moeten gaan winnen. En volgens mij hebben we inderdaad gewoon een standaard weaponrotatie zoals we dat gewoon bij Black Ops 2 hadden. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Dat ik dat niet eens wist, joh. Ik heb Black Ops 3 kapot hard gespeeld. Soms, ja, ik snap zelfs, ik weet soms zelfs niet de mappen uit mijn hoofd. Zelfs de nieuwe mappen niet van Infinite Warfare bijvoorbeeld. Dat was een hele, hele, hele duidelijke headshot. Die was helemaal niet duidelijk, maar dat maakt niet uit. Dat was ook een hele, hele slechte aim. Daar let ik niet op omdat ik mijn ogen dicht had. Dus ik weet wel weer wat voor potje dit gaat worden. Zo, dat was ook een duidelijke headshot. Ik zat ver boven hem. Ik snap niet hoe hij... Oké! Je kunt namelijk... Oh, je kunt fucking ver aim, joh. Hallo. Het kan gewoon. En dood. Hallo? Nou, eerst hier staan, hè. Hallo, mijn kill. Ontbokken. Dankjewel. Oh. Macarena, son padre, ton Mendas. Ik weet niet wat ik daar zei. Padre, dat weet ik alleen als vader. Dat had ik nog geluk, hoor. Dankjewel. Oh, ik wou net zeggen, ga je niet switchen? Vriend. Or else it was rigged.
En dan ben ik getriggerd. Hoi. Hallo? Hallo? Komt er nog iemand? Er was nog geen achter mij. Hij was nog steeds niet langs de Argus. Nou is hij wel weer langs de Argus. Ja, hoezé. Ja, hoezé. Hallo? Oké, nou dankjewel. Ik wou dat de Shiva iets sneller achter elkaar kon schieten, zeg. Dat had ik er waarschijnlijk wel gehad. Die snipers gaan moeilijk worden, man. Gorgon. Ik kan het zeggen, die Gorgon van dichtbij. No. Bro, 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 bro. Luister, vriend. Ik schoot al. Nou, dat dus. Dat bevestigt alles. Overal waar ik span, spant hij in één keer. Kun je alsjeblieft even opbokken bij mij? Zo, kun jij... Jezus, mijn gore pleuren, zeg. Spijt me voor metaalgebruik. Kan ik... Oh. Om een of andere reden gaan deze snipers een stukje te snel zo. Dus ik heb het gevoel alsof ik mijn sensitivity of zo omlaag moet zetten van links naar rechts. Dat gaat gewoon te snel voor mij. Oké, never mind. Ik zei niks, man. Ik zei helemaal niks. Oh, dank je fucking wel. Jij bent echt een baas. Echt een baas. Door jou heb ik die sniper kill kunnen maken. Yo, kut. Kom dan, jongen. Wat? Ik wou net... Zeggen. Wat? Die hitfired mij helemaal de moeder. Kom op. Final kill. Wat? Yes! Ik had hem nog, hij was nog wiek! Puta! Ik was daar bijna dood. Ik had daar eigenlijk niet mogen leven. Zeg ik eerlijk. Maar we hebben hem wel. Let's go, man! Oh, wat heerlijk! Oh, wat heerlijk. Kijk mijn poppetje, jongen. Ik dacht dat ik het anders ging doen. Nou ja, in ieder geval, jongens, we hebben altijd onze Gun Game potjes gewonnen. Dat houdt in dat wij gewoon beest zijn. Het zal allemaal wel. Dus mochten jullie ook leuk hebben gevonden, even een blij duimpje achter. Ben je nu op mijn kanaal, subscribe op mijn kanaal, het vermeerde video's. Abonneer ik op mijn kanaal, wil ik bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jou weer terug bij een gloednieuwe video. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Later, jongens.